Mijn naam is Wim Debout, ik ben projectleider bij de Vlaamse Waterweg. We zijn hier op het kanaal Dessel-Doenhout-Schoten, ja, waar we de tweede fase, hè, van ons afstandsbedieningsverhaal, ja, willen vormgeven. Het gaat er eigenlijk om in onze grotere visie, dus om op termijn, ja, quasi al onze kunstwerken maar op afstand te kunnen bedienen, om daardoor een betere dienstverlening te kunnen verzorgen. Ik ben Jeremy Slavit en ik werk als project engineer voor Infra Water North, voor alle 9 de sluizen van het kanaal Dessel-Schoten. Houdt dat in dat wij een volledig nieuw laagspanningsbord voorzien die daar in staat zijn om te werken via de afstandsbediening en ineens een renovatie van de elektrohydraulische installatie van de sluizen zelf. Eens dat het initiële concept klaar is, dan beginnen we aan de detailstudie. Dan beginnen we met het opstellen van een eendraadschema, een vermogenbalans van elektrische, een laagspanningsberekening. Na mijn detailstudies is het ook aan mij om al deze sluizen in bedrijf te gaan nemen. Alle mogelijke onderdelen worden hierin getest. Bijna elk draadje van een installatie zal worden gecontroleerd, al voordat de sluis effectief in dienst kan gesteld worden. Ik ben Paul Culletto. Als werfleider ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van het werk voor de collega's. Op sluis 6 zijn we nu bezig met alle nieuwe kasten te voorbereiden. Die binnenkort moeten die oude kasten vervangen. Alle motoren, pompen en kleppen en sturing, dus hydraulische groep in totaal, moeten vervangen worden. Elke kunstwerk is verbonden met de glasvezel. Per elke locatie is een netwerkkast geplaatst met de backbone switch van de Vlaamse Waterweg. De volgende stap is het testen van de installatie die we hebben voorbereid. En dan pas begint onze automation afdeling alle testen van de afstand te doen. Ik ben Martijn Palmans en ik ben project site coordinator. Van het moment dat de nieuwe groepen hier staan en die zijn aangesloten, dan is er op een gegeven moment na de droge testen van de nieuwe groep, of alles elektrisch juist is aangesloten, dan is er een moment van ombouw. En dat wil zeggen dat de nieuwe groep hydraulisch aangesloten wordt op de sluis. En de oude groepen worden dan uit dienst genomen. En vanaf dan eigenlijk draait de sluis op de nieuwe groepen. Maar die oude groepen blijven hier nog even staan voor als het toch iets moest mislopen, dat we nog altijd een fallback hebben naar de oude groepen. Dus hier is nu alles aangesloten en nu gaan we kijken of alles juist is aangesloten. In de lessenaar staat iemand van Automation en die kijkt of de juiste terugmeldingen en dergelijke binnenkomen. Ja, de sensoren komen alle 3 binnen. Van het moment dat alles dan klaar is langs onze kant en de testen zijn zorgvuldig uitgevoerd, dan gaat de bediening verhuisd dan ook naar Rijkenvorsel, waar het volledige kanaal op dat moment bediend wordt. Ik ben William Peters, ik ben Automation Engineer en ik sta eigenlijk in voor de automatisering van heel dit project. De bedoeling is dus dat alle sluizen en bruggen op dat kanaal vanaf hier worden bediend in deze bedieningsruimte. Hier staan telkens 4 bureaus met 2 computerschermen en 2 camera-schermen. Deze 2 worden telkens bediend door 1 bedienaar, waardoor er eigenlijk meerdere schepen tegelijkertijd bediend kunnen worden over verschillende complexen. Daarnaast zijn er ook beweegbare camera's op elk complex en die kunnen ook vanaf hier bediend worden door de bedienaar om een beetje in te zoomen en een heldere kijk te krijgen over zaken die onduidelijk zijn. Wij willen ons waterwegennet als een naadloze schakel integreren in het bredere mobiliteitsverhaal, waar we zowel rekening houden met het spoorweg als met het wegverkeer. Dit komt erop neer dat wij huidig ongeveer 3,5 miljoen vrachtwagens van de weg halen. Naar de toekomst toe hebben wij ons als doelstelling gesteld om er jaarlijks 100.000 vrachtwagens extra bij aan toe te voegen.